Hoi, mijn naam is Gijs en afgelopen weken kreeg ik twee keer de vraag hoe je nou eigenlijk een YouTube thumbnail kunt maken op je tablet of iPhone. Ik laat jou zien hoe je dat binnen één minuut kan doen met een gratis app. Dus kijk even met me mee. Om een thumbnail op je uh, tablet of iPhone te maken, ga je als eerste een app, een gratis app downloaden. En die heet Fonto. Dus je gaat even naar de App Store. Je typt Fonto in. En dan zie je hier aan de linkerkant, Fonto, tekst on, Foto's. Die kun je gratis downloaden. Dat doe ik nu even niet, want ik heb hem al gedownload. Je opent de app. Nadat je de app hebt geopend, kun je eigenlijk als eerste op het fototoestelletje klikken. En dan gebruik je een plain image. Je kan natuurlijk ook gelijk een foto gebruiken of een foto uit je fotoalbum. Maar in dit geval doe ik even een plain image. Ik druk op het zwarte vlak. Ik zeg use and save. En dan ga ik even naar het internet om een plaatje te zoeken. Stel dat ik een Minecraft-thumbnail wil maken. Dan ga je naar afbeeldingen. Dan ga je naar zoekhulpmiddelen. Dan doe je de kleur transparant. Zorg wel dat je altijd een plaatje neemt die je mag gebruiken. Eh, ik pak even een willekeurig plaatje. Ik ga een paar seconden druk ik op het plaatje. Dan selecteer ik het gedownloade plaatje. En dan zeg ik dan. Dan kun je het plaatje met je muis. Of met je muis, met je vinger kun je bewegen. En als je erop klikt, dan kun je de size nog even aanpassen. Ietsje kleiner. Vervolgens wil ik er ook nog een tekst in: Add Tekst. YouTube thumbnail op tablet. Ik zeg dan, dan heb je hier een tekst. Die kun je ook nog van kleur veranderen. Stel dat je hem in het wit wil hebben, dan. Of je wil de font veranderen. Of je wil de size veranderen. Ik wil er ook nog bijvoorbeeld een item bij. Bijvoorbeeld een tekstballonnetje. Die schrijf ik dan naar de rechterkant. Dan maak ik die tekst even een andere kleur. Bijvoorbeeld uh, rood. Dan zit het tekstje erin. En je kunt hem gaan opslaan, save image als save image. En ik wil hem ook nog even opslaan als PNG. Perfect. En je kunt eigenlijk nu heel gemakkelijk je thumbnail die je op je iPad of iPhone hebt gemaakt uploaden naar je YouTube. Kijk gelijk mijn afspeellijst YouTube gebruiken voor je tablet of je iPhone. Of bekijk mijn andere video, een YouTube-kanaal maken op je iPhone of met je tablet. Of de volgende video, een YouTube-naam wijzigen op je tablet of iPhone.